Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Squeak maximaal level krijgen. Laten we maar gewoon gelijk de krachtpunten voor hem kopen. Boom! Squeak is max level. Waar heb ik Squeak hier? Misschien kunnen we Squeak nog eventjes gaan pushen deze map. Deze map is niet helemaal goed voor Squeak, maar we kunnen hem misschien wel even pushen. Ik heb niet heel erg lang meer. Dus ja, ik hoop dat het lukt. Oké, Squeak doet nu gewoon 1400 damage. Oké, nice. Nu is Squeak wel een stuk beter dan kracht 1. Ik heb al heel erg lang niet met Squeak gespeeld trouwens. Ik vergeet hem steeds te pushen. Dat is heel erg slecht. Can I have these? Thank you. Die crow is best wel aardig. Hij gunt mij gewoon die kist. Dat is wel legend. Ik weet niet waar die is, maar... Zo. Even een mooie emote doen. Misschien zat daar iemand. Hey, fucka. Doei. Die Ems is dood. Zal ik voor de krachtpunt gaan? Ja, doe het wel. Die Carl die is heel gevaarlijk. Ik zie opeens de laatste tijd best wel veel Carls weer in solo. Want dan kan je je gadget doen om weg te komen en of je super. En dan kan je wegkomen van alle El Primo's. Hey Sergey. Boom, Squeak OP. Ik heb een beetje lag, merk ik. El Primo. Die is dood. Daarna gaat die Bibi nu waarschijnlijk dood. Wauw. Rip die Primo. Rip. Niemand doet wat. Jee, ik ben tweede. Dat is nice. Misschien kunnen we Squeak gewoon heel erg rustig. Even snel, ik heb nog 9 minuten gewoon nog rang 25 pushen. Nog 18 trofeeën in 9 minuten. Moet ik per minuut 2 trofeeën. Nou, 1 potje duurt ongeveer 3 minuten. Dus dan moet ik elk potje nu derde worden. Wat hè? Maar zo gaat dat natuurlijk niet, hè? Zo gaat dat natuurlijk niet. Nee, zo gaat dat natuurlijk niet. Nou, weet je, laat maar lekker zitten. We gaan nog even lekker challenges halen. Zodat ik misschien max level... hoe heet het? Sterrenkracht van Squeak kan krijgen. Dit is een beetje jammer. Ja, nu ga ik het sowieso al niet meer redden. Wat is dit voor een map? Oké. Dit is echt een kakmap. Volgens mij is een van hun teammates AFK of... Oh nee, die is er nu pas. Die is waarschijnlijk een bot geworden. En hij is dood. Wacht. Ik kan met Squeak's en gadget kan ik de kluis hitten. Wee. Wee, wee, wee. Oh, ik leef nog. Kijk, en doe ik zo. Wee. Toink. Dat doet toch gewoon 4% damage. Dat is wel nice. Oké, ik hoop dat we deze even kunnen winnen.
Even healen moet ik trouwens. Dat was de challenge. Niet de damage doen, maar ik moet healen. Laten we even die bellen even. Noep. Nee. Was de robot van hun of was de robot van ons? Denk van ons. Wat was er? Oh, was het gelijk of zo? Ik weet niet, ik zag het niet. Nou, het zal wel. Oké, die Tara. Oké, misschien winnen we dit nog. Ja, dit winnen we sowieso wel. Want die Belle is gewoon een dikke vette bot. Oké. Zo. Nice. Yeet. Easy win. En jongens, sorry dat de greenscreen een beetje fucked up is. Maar de zon schijnt. Dus ik kan er niet zoveel aan doen. We kunnen nog wel één potje. En dan hebben we die challenge gehad. En dan kijken of wij één grote doos... de enige sterrenkracht van Squeak krijgen. Of heeft hij er inmiddels al twee? Ik heb geen idee. Ik hoop het niet eigenlijk. Want ik heb geen zin om twee sterrenkrachten nu te moeten pakken. Maar oké. Laten we even dit potje gewoon even winnen. Of gewoon zorgen dat we lekker veel healen. Nonnie. Hij is Nonnie. Nonnie. Zo, ik ga lekker... Oh, hij gaat op de kluis. Easy. Hey, ik heb team met die Squeak. Lol. Wat doet die Bibi nou? Ik ga maar gewoon. Hey, Nani. Ik ben lekker aan het spelen met die Squeak. Kom op zeg. Mag dat niet of zo? Nee, Bibi. Ja, hij is dood. Wacht. Ja, jee. Nee. Die kot. Nee. Wee. Easy win. Deze. Heb ik geheeld? Ja, ik heb genoeg geheeld. Nice. Laten we dan even... Oké. Als we nu een eentje zien, weten we 100% zeker dat de sterrenkracht van Squeak is. Ik denk dat de kans heel klein is. Maar misschien gebeurt het. Nee. Het gebeurt niet. Dat dacht ik al. Misschien is er nog een mooie skin in de shop. Zilveren Nita. Wauw. Tropische sprout. Superfan Ems is op zich wel ziek. Maar die kan ik niet kopen. Konimax. Oh. Die skin wil ik wel graag. Ja, dat kan niet. En jongens, join de Kuitbesjes. We moeten de club al bijna op 24k zetten. Ja jongens, 24k. Want er zitten nog maar 11 mensen in met 22k. En daar is Seger er één van. Dus hij moet eventjes gaan pushen. Anders zat hij gewoon de laatste in zijn eigen club. Want dit is de club van ons jongens. En ja, dus join zeker als je genoeg trofeeën hebt. Als je niet genoeg trofeeën hebt, join de Kuitbesjes 2. Er is een fanclub gemaakt. Nou, dat is niet de echte. Deze is, dit is wel de goede. Ik moet nog even clubbeschrijving maken op mijn tweede account. Nou ja, heb ik nu even geen zin in. Dit is fanclub ook, dankjewel. Zou dat er nog Kuipower fanclub zijn? Even kijken. Kuipower. Hey, yo. 4 years Kuit. Omatsu Draak, ja. Die ken ik.
Shoutout. Oh, dit is de oude. Bruh. Bruh. En dit is ook een fanclub. Je eerste club was geweldig, maar deze wordt beter. Alle fans mogen erin. En ik ben een Belg, maar wat boeit het? Kom op. Oké. Okay. Ik denk dat dit gewoon ook een fanclub is. Weet ik niet zeker. Ja, deze club. Wat? Dit was, oh shit. Ik druk het per ongeluk weg. Nee. Kuitpower. Marijn is een gekke hoop met gekke best team raar dus. Bruh. Maakt deze club net zo goed als de echte Kuipower. Counterpounter. Counterpounter. Let's go, Counterpounter. Oh, wat een goede naam. Dit is echt, echt een hele goede naam. Counterpounter. Counterpounter. Hele goede naam, hoor. Echt heel erg nice. Nou, jongens. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik heb niet heel erg lang... Ik had op zich wel Squeaker aan 25 willen pushen. Maar dan had ik even iets meer tijd moeten hebben. Dat heb ik nu helaas niet. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Want ik ga vanmiddag wel. Dan ga ik een video maken van Squeak rang 25. Weet ik zeker. Dus ja. Hopelijk zijn jullie er morgen om 7 uur 's ochtends weer bij. Ik kijk mijn eigen video's niet. Want ja, dat is gewoon pussy. Want dan geef je jezelf meer weergave. Doe het gewoon lekker. Jullie mogen alles zien. En ja, dit klinkt echt heel erg dom. Waarom zeg ik dit allemaal? Jongens, tot de volgende video. Doei doei!